Pardon? Wat doe jij nou? Ja, ik moet toch een keer mijn kleren wassen? Ik had niet verwacht dat ik hier zo lang zou blijven. En wat denk jij dat er in mijn reglementen staat over hier zonder kleren, poedelnaakt, in openbare ruimtes rondlopen? Nou, waarschijnlijk niks, maar ik denk dat dat nu gaat veranderen. Dat klopt. Dus even kijken. Verboden naakt te lopen in openbare ruimtes, boete, ochtendje corvée, wat zeg ik? Een hele dag corvée. Nou, dag. Oh, mijn nek. Die keukenvloer die lag echt niet lekker. Mm, nou ja, alles voor onze gasten, hè? Goedemorgen! Goedemorgen! Zo, goedemorgen. Dat ziet er lekker uit. Alsjeblieft. Dankjewel. Hé, hey, als dit even goed smaakt als die sushi van gisteravond, dan krijgen jullie wel een duimpje omhoog van mij. En staat er nog wat op de planning vandaag? Denk eerst dit choppen, daarna nog even zwemmen. En dan zit die positieve review denk ik toch wel in, hoor. Ik ben aardig verrast. Jullie hebben echt je best gedaan om het mee naar mijn zin te maken. We got him. Oh, eeuw, ik vind het zo vies. Het zijn maar muizen. Ja, I know, maar we zijn sinds gisteren al bezig. Nou, wat zeggen die stenen van je? Je moet je angsten toch onder ogen komen? Dan pas kan je ze overwinnen. Nou, zo specifiek zijn die stenen niet, hoor. Nou, dat is een goede oefening, toch? Sinds wanneer ben jij zo geïnteresseerd in mijn stenen? Ja, jullie geloven het misschien niet, maar dit is dus ook echt een sport. En het is heel goed voor je conditie. Oké. Even tuintje snel, we gaan weg. Nou, we gooien er nog één cocktail in. En dan is het mooi geweest. Ja, ik ben wel klaar met deze gast. Maar Daan kan tevreden op ons zijn. Dat kan niet zeker. Nou, gaat lekker dit. Hoeveel hebben we er nou? Stuk of 15, denk ik. Oké, 15. Goed, dan hebben we ze wel. Mooi. Zijn we dan nu klaar? Ja, we gaan ze vrijlaten ergens ver buiten de camping. Oké. Nou, jij dus vast wel een cocktail. Ah, lekker! Huh, wat? Wat heb jij nou? Wat? Ja, kijk dan! Hé, hey, wat de fok is dit? Hé, hey, dit komt sowieso door het water. Dit is niet goed. Hé, hey, je jeukt ook echt. Hé, hey, had je dat niet even kunnen melden? Maar hoe, wat is er met het water aan de hand dan? Ja, weet ik veel. Het is vervuild of zo. Maar dat lijkt toch op zijn minst even testen voordat je gast erin laat zwemmen. Ja, gisteren was er nog niks aan de hand. Dit is echt ontzettend vervelend. Onze welgemeende excuses. Is er iets dat we kunnen doen om het goed te maken? Ja, helemaal niks. Ik ga weg. Rot op met de cocktail van je. Maar wacht nou even. We kunnen het toch even bespreken? Hé, hey, vergeet het maar. Ik kom niet meer terug. En als het niet kan werken, door die fucking bulten, jullie krijgen die rekening. Ja, jij mag het aan Daan gaan vertellen. Ja. Hé, hey, de lachbare. Mijn welgemene en oprechte intense excuses dat ik u moet storen bij het uitvoeren van uw ambt. Het is geen probleem. En sorry dat ik niet even langs kan komen. Ik heb zo direct een hele belangrijke gemeenteraadsvergadering. Dat snap ik. Zeg, het zit zo. Het zwemwater op de camping is vervuild. En we hadden de grote Hanwee hadden we op bezoek. En die kwam ineens terug van het zwemmen met rode vlekken. Oeh, dat is heel vervelend. Ja, er zit er niks anders op. Ik zal dat zwemwater tot nader order moeten sluiten. Maar dat betekent dat er helemaal niet gezwommen kan worden. Helaas, dat betekent het wel. Maar ja, we moeten wel het zekere voor het onzekere nemen. Ja, nou ja, dat is heel begrijpelijk. Maar komt er dan nog wel iemand aan de camping? Ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Maar ja, het kan natuurlijk zomaar zijn dat mensen afhaken. Ik zie geen andere oplossing, want we kunnen mensen hun gezondheid niet op het spel zetten. Nee, ja, natuurlijk niet. Ja. Hey, burgemeester, dat water op de camping, is dat al wel eens gecontroleerd? Uiteraard. Elk zwemwater wordt ieder jaar gecontroleerd. Wat doe jij nou hier? Zit jij mij af te luisteren? Ja, ik hoorde het van Rutger en Thomas. En dat meer, is het verontreinigd water in het meer wel eens onderzocht? Het lijkt me verstandig als dat ook een keer bekeken wordt. Wat er precies in zit, hoe schadelijk dat is. Ja, natuurlijk, wat denk je? En de uitslag is dat het onschuldig is voor mensen. Het kan geen kwaad, alleen die plantengroei is gevaarlijk. Dus dat meer moet gewoon gesloten blijven. En even hoor, hoe heette die fabriek nou ook alweer? Die verantwoordelijk is voor het lozen van dat afvalwater. Want ik kan online die fabriek nergens vinden. Ja, dan moet je wat beter zoeken. Sorry, ik heb hier geen tijd voor. Ik moet naar die raadsvergadering. Ja, Pietertje Pen, doe je eigen werk. Nou, zeg Ede Lachbare, dank u wel voor uw steun. En ja, ik wens u heel veel succes met het uitoefenen van uw hoge ambt. Dank je wel. Ja, dag. Zeg, Pietertje Pen, nog één zo'n rotopmerking richting de burgemeester. En ik schop je hoogstpersoonlijk mijn camping af. Jouw camping? Ja, mijn camping, ja. Ik run hier de show, niet jij. Piottertje Paul, Ben. Nou, dit is geen succes.
Dat gaan we niet doen. Oké, jongens. Kom op, die laatste meters. Ja, netjes. Gehaald. Oh, kijk, daar hebben we het beste paard van stal. Dus die gast, die had allemaal rode uitslag over zijn lichaam. Dat klinkt als een allergische reactie. Dat is heel zichtbaar en heel acuut. Maar ja, dat betekent meestal ook dat het niet heel erg ernstig is. En wat zou het dan kunnen zijn? Ja, dat kan echt van alles zijn. Zou jij een watermonster kunnen opsturen? Kijk, daar zijn wetenschapscollega's voor. Heel erg goed, doe ik. Maar dan stuur ik er ook een monster bij van het verontreinigd meer. Dan stuur ik je twee monsters. Hoe is het eigenlijk met die meteorietinslag? Nou, het enige wat ik weet is dat het behoorlijk wat geld op kan leveren. Oliesheiks en zo, die betalen er echt goud geld voor. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, of er hier een in is geslagen, dat weet ik niet hoor. Ik twijfel erover. Anders hadden ze wel wat gevonden, toch? Ja, tenzij je de pech hebt dat hij net ergens valt waar je hem niet kan zien. In het water of zo. Ja, daar ga je hem natuurlijk nooit vinden. Nee, inderdaad. Zo, even een korte evaluatie. Omdat regeren delegeren is, Edson, heb ik de verantwoordelijkheid voor het ontvangen van de gasten de afgelopen dagen bij verschillende mensen neergelegd. En dit is, netjes gezegd, verre van een succes geweest. En ik ga geen namen noemen, maar bijvoorbeeld Rutger en Thomas hebben het niet goed gedaan. De volgende gasten die we kunnen ontvangen op onze camping zijn Quinty en haar nichtje. En het is heel belangrijk dat vooral haar nichtje het naar de zin heeft. Want blije kinderen, blije ouders. En daarom heb ik besloten om deze zware verantwoordelijkheid op mijn eigen schouders te nemen. Ja. En nu hoor ik jullie denken, Daan, let je wel een beetje op jezelf. Neem je niet te veel hooi op je vork. Kun je dat er nog wel bij hebben als directeur organisatie en event management Camping Summer Vibes? Dat kan ik. En dat doe ik. Voor jullie. Voor ons. Voor Camping Summer Vibes. Goed. Nou, wij gaan naar het dorp om eten te halen. Heel veel eten. Ja, alle reserveringen zijn binnen, dus wij weten wat ons te doen staat. We gaan de vriezer volstampen en dan zijn wij er klaar voor als de drukte begint. Oké. Okay. Yes. Fijn. Wat doe jij nou? Watermonsters nemen. En die leg je onder je microscoop of zo? Nee, daar heb ik zelf helemaal geen verstand van. Ik stuur ze op naar een wetenschapscollega van me. Die gaat uitzoeken wat erin zit. Hoezo? Denk je dat het weer een sabotageactie is? Dat iemand een goedje in dat meer heeft gegooid, waardoor Han weer die bulten kreeg? Dat kan, ik heb geen idee. Maar ik wil ook nog een monster van het grote meer. Gaan jullie mee? No way dat ik het meer op ga. Ik hoef echt geen watergeesten te zien, hoor. We moeten ze met rust laten. Ach, houd toch op. Ik ga wel mee. Spannend. Wacht even. Laat me dan eerst even een steen trekken. Hè? Verdriet. Ik zou het niet doen. Jongens. We moeten trouwens naast het vlees ook nog wat vega meenemen. Trek het vega-schap ook maar leeg. Yes. Nou, dat was het. Ja. Zo, dat is niet weinig. Feestje. Dus jullie blijven hier. Terwijl het water helemaal besmet is, apart. Hoe weet u dat? Het is een dorp hier, hè? Daar blijft nou helemaal niks geheim. Het zijn de watergeesten. Die houden niet van pottenkijkers. Ik zou je geen ogen dicht doen. Sterker nog, ik was al lang weg geweest. Weer die watergeesten. Daar hebben we onze lokale Steve Jobs. Hoe gaan de computerzaken? Vanochtend heb ik nog de nieuwe GPU-drivers geïnstalleerd. Met de nieuwe 2.9.1 tech-versie kan ik mijn games optimaal runnen met minimaal 140 fps. Echt geweldig. Ja, als mijn laptop ooit kapot is, dan weet ik waar ik moet zijn. Of je smartphone, weet ik ook alles van. Zonder dat we er niet mogen komen. Ja.
Hey, vraagje. Stel je voor, iemand in jullie groep loopt de boel te saboteren. Wie denk je dan dat het is? Edson? Of Janouk? Ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat ze iets achterhoudt. Ik weet het niet. En jij? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nou, niet zo flauw, ik heb het ook gezegd. Ik ga het niet doorvertellen, beloofd. Oké, nou, het klinkt misschien gek, maar ik vind Daan nogal heftig. Heeft het er met die regeltjes en zo? Ja, Daan is Daan. En heeft hij een reden om de camping te saboteren? Nee, zeker niet. Dit was zijn grootste droom. Leuk, hè, zo'n silent disco? Hè? Leuk, hè, zo'n silent disco? Ja, man. Wie is dat? Niemand. Ben je wel oké? Je kijkt zo geschrokken. Ik ga even naar de wc. Ben zo terug. Rutger en Thomas? Ik kan me niet voorstellen. Die zijn veel te lief. Nou ja, het is vaak degene waar je het niet van verwacht, hè? Kom, we gaan. Wat was dat? Niks, hoezo? Ik hoorde Brit. Brit? Nee, joh. Niet zo gek. 100%. Waarom lieg je daarover? Waarom? Omdat ik hier niet weg wil, snap je? Als iedereen die berichten ziet van Brit waarin ze zegt dat we hier weg moeten, dan wil straks niemand meer blijven. Berichten? Meervoud? Serieus? Janouk, heb jij haar soms ontvoerd? Tssst. Niet zo hard. Wow. Oké. Nou, wij zijn er klaar voor. Laat die gasten maar komen. Vega, paleo, lactosevrij, vegan, keto. Ik denk het ook. Laat ze maar komen. Marije wil hier weg. Ze heeft Anna al mee. Straks krijgt ze nog veel meer mensen aan haar kant. En dan heeft ze een meerderheid. Plus, de politie zit daar al in stilte bovenop, toch? Ik wil eerst die berichten zien en dan neem ik mijn besluit. Na het eten, oké? Zie ik je dan? Marij, wil jij een worstje of een hamburger? Nou, hou je een beetje in, want ik heb hier de vleesvervangers. Nice. Weten jullie trouwens hoeveel liter water er nodig is om 1 kilo vlees te produceren? Hou die gedachte even vast. Jongens, ik moet wat met jullie delen. Morgen komt het nichtje van Quinty en ik heb een clownsact voorbereid. Mag ik die vanavond op jullie testen? Nou, officieel gezien had je dat natuurlijk eergisteren in drievoud moeten aanvragen. En dat vind ik een beetje jammer, Edson. Maar jullie kennen de directeurorganisatie en Event Management Camping Summer Vibes. Ben ik heel flexibel, zoals jullie allemaal weten. En hou ik zelf ook wel eens van een lolletje, dus het mag. Yes. Als de onderzoeksresultaten van deze monsters binnen zijn, dan zet ik ze op zapdetective.nl. En dan heb ik jullie hulp nodig. Ze bestaan namelijk uit afbeeldingen waarvan we elk detail moeten bekijken. Alleen samen kunnen we deze monsters analyseren. Zapdetective.nl. Power of the crowd. Misschien zitten de antwoorden in deze buisjes. Oh, oh, oh. Oh, ze doen het wel leuk. Oh, Paco. Voel je niet lekker? Zo, waar gaan jullie heen? Wat is deze haast? Paco is ziek. Iemand heeft bewust de vriezer uitgezet. En nu is al het vlees bedorven.